Deze papegaaien kon je gebruiken, dus eerst voor papegaaien. Gijs Roodjaars papegaaien. Maar deze hobby doen we niet meer. En nu heb ik er bessen neergezet. Ik dacht, dit is slim, want de echte dikke vogels die kunnen nu niet door het gras heen. En dat is ook wel zo. Die mussen zitten een stuk minder nu. Ja, mussen wel, maar merels niet meer. Merels zijn net wat dik door het gras. Kun je hier wel zien aan deze mooie zwarte bessen. We hadden eigenlijk vooral de rode bessen, maar nu sinds kort hebben we ook zwarte bessenplant. Daar ben ik erg blij mee. Ze ruiken ook gewoon lekker. Ja, ik ruik ze nu al. Ze zijn behoorlijk rijp. Dan zijn ze ook een stuk minder zuur. Hoe rijper ze zijn, hoe zoeter. Oeps, zonde. Beter een bakje eronder houden, dan mis ik niks. Oh ja, ik kan nog wel vertellen over die mand die daar hangt. Die heb ik gevonden bij het grofvel. Die heb ik stiekem meegenomen. Toen had ik al statiegeldflessen in gedaan. En toen ging ik de statiegeldflessen inleveren. Toen had ik die mand nog. En toen dacht ik, nou die mand kan ik wel gebruiken voor wat snoeiafval. Maar dat was niet zo slim, want dat kan ik niet helemaal niet hebben. Al die takken begonnen eruit te steken en dan kreeg ik niet meer die takken eruit. Dus toen dacht ik van, nou, we laten de takken erin zitten. En ik hang hem op. En misschien met een beetje fantasie is het gewoon een insectenhotel. Ik heb nog niet gekeken of er insecten in zitten. Ik denk het nog niet, maar ik hou het in de gaten. Wie weet is dit gewoon een geweldig insectenhotel. Dit was het filmpje over zwarte bessen.